Oké, ik ga wel weer een film in het Nederlands doen. Kijk, ik heb een hond gevonden. Hij volgt me voor de laatste 10 kilometer of zo. Maar is Polen goedkoop? Ik weet het niet. Wat wil je doen hier? Wil je in een tent zitten? Dan is het goedkoop. Wil je gewoon brood eten? Dan is het goedkoop. Ligt eraan wat je denkt voor goedkoop. Wat is goedkoop voor jou? Ik weet het niet. Op dit moment zit ik tussen Airbnbs en kijk. Greetings, my fellow dog. Ik weet niet wat voor accent dat was, maar ja, ik zit gewoon in Airbnbs. Ik zit ook in hotels en zo. Ik zit ook in 5-ster hotels. En dan de laatste tijd was ik in de Sheraton Hotel in Sopot. Deed een beetje werk voor hun met de Polish Hotels Live, een channel dat we hebben. Ik weet niet, ik ben helemaal lost hier zo in de wildernis in Polen. Maar het ligt eraan. Kijk, als jij gewoon in een tent wil zitten, dan kan je dat doen. Als je in een 5-ster hotel wil zitten, dan kan je dat doen. Maar Airbnb is in, zeg maar, wat ik daarvan denk, is het is hetzelfde als in Ierland of in Nederland. Als je een goede plek wil vinden, meestal ligt het rond, ja, ik weet niet, verschillende prijzen, maar het is eigenlijk hetzelfde als Ierland of in Nederland. Dat denk ik. Oké, natuurlijk zijn er goedkope plekken. En die kan je vinden, zeg maar, buiten het season, dat kan jij vinden. En als je in het noorden zit, zeg maar aan de kust, bij de Baltic Sea, dan kan je out of season alles best wel goedkoop vinden. En soms zijn ze heel leuke plekken ook. Maar, net als wat ik net heb gezegd, je kan heel veel geld uitgeven of wat minder. Heel veel mensen komen hier zo, Duitsers, Nederlanders, die zitten in campers of tenten, dat soort dingen. En natuurlijk is dat best wel goedkoop op de camping hier zo. In Polen is het best wel goedkoop. Je hebt heel veel plekken hier. Zuiden heb je Zakopane, dan heb je helemaal de bergen, al dat soort dingen. Heel veel dingen om te doen daar. Je kan ook ja, zeg maar, Gierwand, dat is een Gierwand in het Pools. Dat is een heel mooi berg. Daar zo, je kan je klimmen. En in het noorden heb je van de Baltic Coast, dan Gdańsk, Gdynia, Sopot. To jest, of tenminste in het Pools, to jest Trójmiasto. Dat betekent Tri-City Region van het noorden in Polen. Heel leuk gebied. Je hebt natuurlijk Warszawa of Warsaw. Of Warsaw. Je kan daar zitten. Dat is ook heel leuk. Best wel groot. En ja, gewoon een hele grote, zeg maar, city dan. Omdat natuurlijk met de oorlog was alles, zeg maar, kapot gemaakt. En ja, ze moesten alles, zeg maar, rebuild everything. En dus, ja, dat is heel leuk. De oude plaats van de stad, daar zo, is ook heel mooi. Je hebt heel veel plekken en dingen om te doen daar. Dus ik probeer weer mijn Nederlands goed te maken. Ik studeer elke dag. En ik probeer gewoon, kijk, is het nog steeds achter mij? Ik zit de hele tijd video's te doen in allerlei talen en zo. Dus, maar is Polen goedkoop? Het is best wel goedkoop eigenlijk. Maar het ligt eraan wat je wilt. Maar hetzelfde als overal. Heel leuke plek. Voor mij is het gewoon, ik ben aan het reizen, rondreizen. En soms doe ik gewoon Airbnb. Soms doe ik gewoon hotels. Soms doe ik gewoon, ja, zeg maar in de zomer. Ik vind het leuker om in een tent te zitten. En dat is voor mij gewoon het beste. Je stapt uit de tent, je bent in je blote voeten, je gaat gewoon op de gras. En dat is voor mij eigenlijk leven. Dat is voor mij leven. Ik denk dat dat het beste is. Ik voel me ook het best als ik in dat space zit, dan zeg maar. En ook toen ik, ja, vroeger was ik niet zo. Ik was niet zo van
ja, ik wil dit of dat doen of in een tent zitten. Niet echt. Ik ben een paar keer op vakantie geweest naar Spanje en Frankrijk en zo. En ik zat ook in een tent en dat was ook, ja, best wel leuk. Ook in Italië geweest. Maar het is leuk toen ik naar Jamaica ging. En toen was ik daar en eigenlijk zag ik gewoon heel andere leven met mensen. Weet je, ik was een keer met een gast. We liepen daar zo op straat en hij zat gewoon een ananas te eten. Zei, wil je een beetje ananas? Ik zei, oké, ja, hij snijdt het op, geeft me een stukje. Ik eet het. Hij zegt van, oké, we gaan er vandoor. Hij pakt gewoon de bovenkant van die ananas, pop, weer in de grond gestoken. Hij zegt, ja, kom een paar weken terug. Het groeit terug. En dat voor mij was gewoon, wauw, heel leuk, hè? Je hebt je gewoon niet eten. Maar in de Westen of het Westen, ik denk, of dit tenminste in Europe dan, of Europa, dan zien we dat niet zo. We gaan gewoon naar de winkel toe, koop gewoon alles. Ja, alles is on tap. Je hebt gewoon dit, je hebt dat. Maar in de Caribbean, of ja, Caribbean, hoe moet je dat zeggen? Caribische eilanden, zoiets, ja. Dat is gewoon heel anders. En ze hebben zo'n respect voor geld, voor het leven, vind ik. Dat is mijn, zeg maar, tegen aan dat. Dat zie ik en dat vond ik heel leuk. Dus ja, weer van die random video's hier op YouTube. Ik spreek gewoon over dingen dat, weet ik veel, dat ik leuk vind of dat ik interessant vind. En voor de rest is het gewoon doorgaan, reizen en leven. Dus leven. Je moet elke dag vinden dingen wat je, zeg maar, leuk vindt. Want mensen zijn hier 1 minuut en dan zijn ze weg. Dus je weet maar nooit, hè. Je hebt gewoon 1 leven. Je moet het leven. En je moet eigenlijk leven. Niet van, oh, ja, ik moet dit hebben. Ik moet dat pakken, dit pakken, dat pakken. En ik zeg niet dat je dingen niet op moet bouwen, natuurlijk. Je denkt gewoon aan je toekomst. Je denkt aan investeringen of investeren, allerlei dingen like that. Van dat, ook van crypto en inen of I'm mixing languages now. Je denkt aan verschillende dingen waarmee je geld kan maken. Nee, ja, natuurlijk doe je dat. Maar het wordt een probleem als je alleen daarom denkt. Dus voor mij is het gewoon beter om te leven en te zeggen van, oh, ik vind dit heel leuk, ik loop hier, ik loop daar. Ja, natuurlijk heb ik wel een business online en dat, ja, dat verdient goed. Dat is wel goed, maar het is ook wel werk. Maar voor mij is het zeg maar de vrijheid, dat ik gewoon vrij ben. Ik mag lopen, ik mag dit doen, ik mag dat doen, ik werk een beetje en ik reis overal heen. En voor mij was het, dat was het begin, dat wou ik, vrijheid. Ik wou niet bij een 9-5 en een baas en dit en je moet dit doen, je moet dat doen. En ja, je moet geld voor mij maken. En dat is helemaal goed. Ik ben ook een baas nu, hè. Ik heb ook heel veel employees en zo, duizenden. Oké, van de Philippines, van Zuid-Amerika, van Engeland, van Nederland, van Polen, overal. Maar het gaat erom, hoe zie je het leven? Hoe denk je daarover? Wat wil je doen en hoe wil je leven? En dat, zeg maar, met dit video, ja, het is begonnen met, is Polen goedkoop? Oké, het is best wel goedkoop. Je kan hier wonen, maar het gaat ook om het leven. En daarom zei ik ook van, waarom is het? Oké, is Polen goedkoop? Ja, het ligt eraan. Maar het gaat erom leven vandaag. Wat doe je? Wie help je? Weet je, niet alleen om jezelf denken de hele tijd. Van ja, ik moet dit krijgen, ik moet dat krijgen, ik moet hierheen, ik moet daarheen. Allerlei dingen. Nee, je moet denken van, hoe kan ik deze mensen helpen? Hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik iemands leven beter maken in, zeg maar, de dag waarin je zit? Zeg maar, vandaag op dit moment. Hoe kan ik bijvoorbeeld die man die daar staat, hoe kan ik zijn leven
beter maken. Ik zeg niet loop naar iedereen op straat en zeg maar, hoe kan je tegen hun zeggen van, ja, hoe kan ik je leven beter maken? Nee, ik zeg van, kijk om je heen, wat gebeurt er? En dan zoek je dat. Dus ja, dat is het. Tot de volgende keer.